Het Rooms-Katholiek Bisdom heeft in verband met de Nationale Dag der Marons vandaag een woord- en gebedsdienst gehouden. Deze vond plaats in de kathedrale basiliek en had als thema grondenrechten en de zorg voor het gemeenschappelijk huis. Voorafgaand aan de dienst werd in processie gelopen door de priesters, diakens, pastorale leiders en vele broeders en zusters in maronklederdracht. De dienst werd opgeluisterd met culturele zang en muziek. Er waren diverse optredens zoals de Awassa, de Songe, de Seketi en de Prodowaka. Er hebben ook groepen geparticipeerd uit Komowijnen, Marowijnen, Sipaliwini en Frans-Guyana. Volgens pater Esteban Cross heeft God de strijd van de Marons ondersteund. En het was allesbehalve een gemakkelijke strijd, geeft hij aan. Den afo, mangsmanga, umasma, den afo, be abum voor de kati, voor lip den prenasi, go na ini adipi voor busi. Na alle den gevaren die ben dappen, na alle sici die den oben sabete, na alle hebi die ben wakti den, voor die den oben sababusi ete, na pisten dati. Maar gado sene engel, gado ben den nanga den, verzijde, voor die gado, na wan gado die elibi. Voor die gado, na wan papa, na hemel die no wan, die no manchi, tak libi sma, die enschreef hi meki, mus lib na ini pina. Mus lib na ini dwengi ondro. Tana so, masra gado, jeb den afo, fu fen den pasi na busi, Fufen bungdresi nini wiri nanga ala traso tu koni fu fetsiki en aso gado sen in engel fu luku de afo. Tot zover pater Esteban Cross. Het Rooms-Katholiek Bisdom heeft in verband met de Nationale Dag der Marons een woord- en gebedsdienst gehouden in de kathedrale basiliek. Het thema was grondenrechten en de zorg voor het gemeenschappelijk huis.